Hey traders, hoe werken opties nou eigenlijk? Nou, in elk geval anders dan aandelen. Kijk, bij aandelen is het heel simpel. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Hoe meer vraag, hoe hoger de koers. Hoe meer aanbod, hoe lager de koers. Heel overzichtelijk. Maar de prijs van opties, die wordt door veel meer factoren bepaald. Sowieso vraag en aanbod naar de optie, maar ook de uitoefenprijs. Dat is de prijs waarvoor je de aandelen mag kopen. De volatiliteit, oftewel de bewegelijkheid van een aandeel. De koers waar een aandeel op dit moment staat, maar ook de looptijd. Dat zijn allemaal factoren die bepalen hoe hoog of hoe laag een optiepremie is. Nou, het klinkt misschien allemaal nog een beetje complex. Maar de werking van een optie is in principe niet zo moeilijk te begrijpen. Eventjes een voorbeeldje ter verduidelijking. Stel dat jij een online elektronica winkel hebt, gespecialiseerd in tv-toestellen. Nou, je bent een ondernemer in hart en nieren en je hebt een neus voor buitenkansjes. En zo'n kans dient zich nu aan, nu het nationale voetbalteam zich geplaatst heeft voor het WK. Nou, we gaan er eventjes vanuit dat de loting gunstig is en jij weet uit ervaring, elke ronde dat het elftal verder komt, schiet de verkoop van tv-toestellen omhoog. Nou, nu kan jij een partij van 100 tv-toestellen op de kop tikken en die zou je graag in je shop willen aanbieden met een spectaculaire WK-korting. Maar ja, je weet ook nog heel goed hoe het de vorige keer ging. Toen had je ook 100 tv-toestellen ingekocht. Maar het voetbalelftal speelde belabberd en kwam niet eens de eerste groepsfase door. En nog erger, jij bleef met al je tv-toestellen zitten. Dus die fout wil je niet nog een keer maken. Dus wat te doen? Nou, je krijgt een briljante ingeving. Je besluit je leverancier van de tv-toestellen een voorstel te doen. In plaats van al die tv's in één keer te bestellen, besluit je een optie daarop te nemen. Nou, en wat kan je dan met je leverancier afspreken aan de hand van die optie? Je spreekt af dat je tot 12 juni, dat is de dag waarop bekend is of het elftal door de groepsfase is gekomen. Dus tot die datum krijg jij het recht om 100 tv-toestellen te kopen tegen de afgesproken prijs. Nou, en voor dat recht betaal jij je leverancier een premie van, laten we zeggen, €750. Nou, besluit jij nou gebruik te maken van je recht, dan krijg je de toestellen op afroep binnen een dag geleverd voor de afgesproken prijs. Nou, met die optie die je kocht, heb je een recht gekocht. In dit geval om dus 100 tv-toestellen te kopen. Dus je hebt een recht, maar je hebt niet de plicht om ze af te nemen. En of je ze nou wel of niet koopt, die tv-toestellen, de premie die jij betaalde, die ben je sowieso kwijt. En je leverancier aan de andere kant, die mag de premie hoe dan ook houden. Dat zijn de regeltjes van het spel. Nou, zo werken opties op de beurs eigenlijk ook. En de definitie van een optie luidt dan ook: een optie geeft jou als koper het recht, maar niet de verplichting om aandelen te kopen of te verkopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Dat noemen we de uitoefenprijs, gedurende een van tevoren vastgestelde periode, oftewel de looptijd. Nou, opties worden ook wel derivaten genoemd, omdat ze altijd zijn afgeleid van iets anders. Nou, wat is anders? Wat betekent dat? Dat kunnen tv-toestellen zijn. Dat kan ook een huis zijn, daar kan je ook een optie op nemen. En je kunt opties nemen op aandelen. En dat is meestal wat we op de beurs doen, dus niet altijd, maar we houden het nu eventjes alleen bij aandelen. Nou, op slimmermetopties.nl hebben we het alleen over Amerikaanse aandelen. En op alle bekende grote ondernemingen zoals Apple, Boeing, McDonald's, Netflix, Google, etc. worden opties verhandeld met looptijden van een dag tot zelfs een paar jaar. En met een hele grote keus aan variabelen. Dus voor elk wat wils. Opties hebben een paar specifieke kenmerken. Dus de hefboomwerking, daar hebben we het in de vorige module over gehad. Een ander kenmerk is dat opties goedkoper zijn dan aandelen. En dat komt door hun beperkte houdbaarheid. Aandelen die kan je kopen en vervolgens 10, 20 jaar aanhouden als je dat wilt. Opties niet, die lopen af op een bepaalde datum. Je hebt een beperkte looptijd. En meestal is dat de derde vrijdag van de maand. Nou, welke maand
Dat hangt af van de optie die je kiest. Je kunt kiezen voor een optie die volgende week afloopt of volgende maand of over een paar jaar. Maar hoe dan ook, is de afloopdatum, oftewel de expiratiedatum, eenmaal bereikt, dan houdt een optie op te bestaan. Dan is een optiecontract niets meer dan een stukje oud papier. Nou, nog een kenmerk van opties is de manier waarop de prijs beweegt. Die loopt niet één op één met het onderliggende aandeel. En dat heeft alles te maken met de uitoefenprijs, oftewel de prijs waarvoor je de aandelen mag kopen. Dus als de uitoefenprijs ongeveer hetzelfde is als de koers van het onderliggende aandeel, dan beweegt de optie met ongeveer de helft van de beweging die het aandeel maakt. Bijvoorbeeld Google. De koers van Google, laten we zeggen, is 980. En als ik nu een call optie heb met diezelfde uitoefenprijs en ik betaal daar $34 voor, en stel nu dat Google $2 stijgt naar 982, dan zal die optie van mij met ongeveer de helft, oftewel $1, stijgen. Nou, diezelfde call optie, maar dan met een uitoefenprijs van 800, die zal gelijk oplopen met het aandeel. Dus als Google $2 stijgt, dan zal de optie ongeveer ook met $2 stijgen. En dat komt omdat die call veel waard is. Want we hebben het recht om de aandelen voor 800 te kopen die nu op de beurs 980 kosten. Nou, zo kan je ook een call optie hebben met een uitoefenprijs van 1050 en die zal misschien maar met $0,15 stijgen. Nou, die call is nog weinig waard. Het recht hebben om de aandelen te kopen voor 1050 terwijl ik ze op de beurs voor 980 kan kopen. Nou, dat is duidelijk, denk ik. Maar eventjes dit schema. Kijk, begrippen als puts en calls, kopen en schrijven, die komen in de volgende modules nog aan de orde. Maar voor nu is het even belangrijk om te onthouden dat je als koper een recht hebt en als verkoper een plicht. En tot slot, call- en put-opties zijn er op hun beurt ook weer in twee soorten, Amerikaanse en Europese stijl. Iemand die een Amerikaanse stijl optie heeft gekocht, die kan zijn recht elk moment gedurende de looptijd uitoefenen. En iemand met een Europese stijl optie moet daarvoor wachten tot het eind van de looptijd. Dan heb je het bijvoorbeeld over opties op de Nasdaq, de Dow Jones of de S&P 500. Oké, tot zover over de werking van opties.